Bebe! Bebe, vad är där? Bebe! Hallo, in dag gesproken. Aangename kennismaking. Ik ben Luc. Neem aan dat jij Phoebe bent. Weet je mijn naam? Daphne heeft me over je verteld. Ze vertelt ook dat ze hier heeft gewoond. Met haar zus. Phoebe. Daphne leeft nog? Gezond en wel. Waar is ze? Bij onze groep. Meer dan 100 mannen, vrouwen en kinderen. Samen proberen we te overleven. Hoe ver naar die groep van je? 2 dagen. Als je goed doorstapt. En, hoe is het nog met haar? Goed. Als er nog zoiets bestaat. Je zit ook niet echt een prater, hé. Je zus was nog erger. 3 maanden heeft het geduurd voordat ze iets zei. Ik wil niet weten wat ze allemaal meegemaakt heeft. Ik waarschuw je gewoon. Als je dacht je kleine zus te zien die je plaagde... Die is er niet meer. We zouden beter doorgaan als we nog iets willen vinden voor het donker is. Ga eens naar de slaapkamers kijken boven. Phoebe! Het is over. Het is voorbij. Het is goed. We zijn er bijna. Heb jij nog familie? Een dochter. Ongeveer even oud als Daphne. Mooi, hey papa. Ja, het was niet makkelijk zonder haar mama. En nu?
in die klote wereld overleven. Dat is het enige wat nog telt. Dat is het enige dat ik haar nog kan geven. Het spijt me, maar een mens moet eten. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, zegen ons en zegen deze maaltijd. Wij danken u voor het eten van elke dag. Help ons ook te delen met hen die minder hebben. Amen. Smakelijk. Thank you.